Zondag 22 juni werd voor de derde maal de Classic Rally gereden. Start en finish vonden plaats op de parkeerplaats van restaurant De Boswachter. Na een korte briefing bereidden de deelnemers zich voor op de rally. Ik sta hier bij de voorzitter van Classic Rally Hezen, Tom Oudijk. Tom, derde keer dit jaar. En mooi weer deze keer. Gelukkig wel, eerste keer. Classic Rally Hezen is een stichting. Ja. Hebben jullie ook een bepaalde doelstelling met die stichting? Twee eigenlijk. Wij willen het promoten en bevorderen van de rallysporten, oude auto's, klassieke auto's. En we hebben een goed doel aan verbonden. Dus ieder jaar geven wij een check weg aan een goed doel. Cultureel erfgoed Hezen, Leende Sterksen. Jullie rijden vandaag met drie klasses. Ja. Wat zijn de klasses en wat zijn de verschillen, kort gezegd? Sport, tour en elegance. En volgheid van moeilijkheid. Sport is de moeilijkste. Dan de tour en dan de elegance. Elegance krijgt een ingetekende kaart. Sport krijgt eigenlijk bijna een blinde kaart. Er zit zelfs een Russische kaart tussen. Ook dit jaar heeft LB Racing de route uitgezet. Top. Ik zag op de website dat jullie een cursus verzorgen via LB. Wat houdt die cursus in? Navigatiecursus. En dat wordt voor de rally verzorgd door ons. Of eigenlijk door LB, maar georganiseerd het mede door ons. En dan kunnen de mensen fijne kneepjes van het navigeren leren. Maar ik neem aan dat die cursus niet nodig is voor de elegance klasse. Nou, dat voor sommigen wel. Dan moet ik voorzichtig zijn. Dat is op zich wel de makkelijkste klasse, maar daar zit ook wel een spelelement achter. Dus het is niet zomaar een rondje rond de kerk. Dus. Wethouder Jos van Bree was aanwezig om alle deelnemers weg te vlaggen. Het deelnemersveld. Het zijn niet alleen maar oldtimers, heb ik begrepen. Nee, we hebben een regel dat het auto's moeten zijn ouder dan 87. Maar er zijn natuurlijk ook jongere auto's die best wel bijzonder zijn. En dus wat dat betreft laten we het als organisatie laten we een aantal auto's toe die echt het bekijken waard zijn. Bijzondere auto's, ook van jongere datum. Maar het is een classic rally, dus wat dat betreft zit er natuurlijk heel veel classic rallies bij, of classic auto's bij. En we hebben vandaag een auto uit, volgens mij is die uit 31, een A-Ford, met vier personen erin. En dat is echt een geweldig mooie auto. Ja, dat vind ik, dat is natuurlijk toch heel bijzonder, dat een auto uit die periode, dat die vandaag in de elegance mee rijdt. En dan praat je toch over 120, 130 kilometer. Nou, uit die tijd. Hè. Nou, het contrast, dat is echt iets wat deze rally denk ik toch ook wel weer aantrekkelijk maakt voor kijkers. Ik sta hier bij Floris Hekker, deelnemer met een prachtige oude auto. Floris, wat voor wagen is het? Het is een Ford Model E uit 1931 en dat is een Phaeton. En dat betekent een vierzits open wagen en dan in de luxe uitvoering, omdat hij een wat lagere voorruit heeft en een lichtere kap om toentertijd ook al gewicht te sparen. 1931, toch vol vertrouwen dat je de rally uit kunt rijden? Ja hoor, dat is geen enkel probleem. Wij rijden overal mee naartoe, we zijn al mee naar Zwitserland en Engeland geweest en dergelijke. Ook daar een rally gereden, geen enkel probleem. En daarbij ben je volgens mij zelf ook nog redelijk handig met auto's. Ja, ons hele leven draait om auto's. We zien vandaag hier allerlei uiterste qua deelnemers. Ik sta hier bij een bijzondere wagen. Wat voor wagen is dit? Dit is een Fisker Karma. En dat is een volledig elektrische auto. En dat wordt geladen via de zonnecollector op het dak? Dat is een onderdeel ervan. Hij heeft een hele batterij accu's. Dat is de hoofdgenerator eigenlijk. En tevens op het dak
Zeker met het mooie weer hebben we daar profijt van. Wij rijden regelmatig een Unser Ready, maar dan toch eigenlijk wel een beetje... Kijk, het is natuurlijk geen hele snelle auto in de zin van... wij rijden tourrallies. Zo moet je het zien. En gaan jullie nou ook dan voor de tourklasse of voor de elegance? Nee, we gaan nu voor de elegance. Volgens mij heb ik hem zien deelnemen bij een galatocht enkele weken geleden. Ja, regelmatig worden we toch gevraagd voor kinderen om de auto uit te lenen voor gala's, klopt. Hij is ook heel bijzonder. Wat mij opviel was, ik zeg gas geven en er werd gedaan en dan hoor je helemaal niks. Nee, dus de kuutjes in deze rally, waar je dus stil moet zijn, hebben wij geen last van. Met een vergrootglas. Hoe fanatiek zijn de heren vandaag? Nou, dit is de eerste keer, dus wij zijn niet zo geweldig fanatiek. Maar dan wel meteen de sportklasse? Ja, je moet altijd een uitdaging zoeken natuurlijk in je leven. En dat gaat ons wel lukken. En kan ik dan zeggen tot vanavond of is het tot volgende week? Ik weet waar het is, dus ik kan vanmiddag invullen wanneer we hier vanavond aankomen. Dan rijden we rechtstreeks naar huis. Ik sta hier bij deelnemers voor de tourklasse. Wat voor wagen rijden jullie? We rijden een MG. En wat voor een geweldige taakverdeling is hier? Nou, de dame stuurt en de heer navigeert, zodat we zeker op de goede plek terechtkomen. Dus toch de vrouw aan kaart lezen? Nee, daar vertrouw ik het niet op, nee. Jullie hebben een GoPro op de motorkap zitten, wat houdt dat in? Wij maken onderweg een aantal spannende actieshots van de rally. En die worden dan aan elkaar geplakt als het ware en dan hebben we een timelapse? Ja, een leuk overzichtfilmpje van hoe een rallyrijder er onderweg uitziet.